Afgelopen zaterdag was ik in de Zouwenboezem. En ik ben wel 4 keer het gebied ingelopen. En even zoveel keer ben ik snel teruggelopen naar de auto. Met mijn tas om de camera. Want het ging hagelen en regenen en stormen. En toen ben ik maar naar de Biesbos gereden. Maar vanaf de Zouwendijk zag ik daar deze bruine kiekendief zitten. Een mannetje. Op een paal. Nou ja, zo vaak zie ik een bruine kiekendief niet zitten. En zeker niet op een paal. Maar daar kun je hem dus gewoon af en toe zien zitten. Het zijn nou prachtige vogels. Die bruine kiekendieven mannetjes zijn lichtgrijs en hebben zwarte vleugelpunten. Zijn iets kleiner dan de bruine vrouwtjes. En die bruine vrouwtjes hebben een beetje een geel-bruine voorzijde. Ook die blauwe kiekendieven zijn druk aan het balsen. En volgens mij zitten er 2 paartjes in dat rietveld. En af en toe zie je ze met elkaar rondvliegen. En dan dagen ze elkaar uit. Dit zijn echt typisch roofvogels van het rietland. Ze broeden op de grond. In het riet. En daar zijn ze nu al druk mee bezig. Want ik heb er al eentje met een tak zien vliegen. En in dat rietveld zien landen. Dus ze zijn volop bezig om een nest te bouwen. De bruine kiekendief. De roofvogel van het moeras.